Irene ten Zeldam, wethouder van onder andere sportzaken. Hoe groot was de verbazing toen je dinsdagmorgen op het gemeentehuis kwam en daar een mededeling vond van Eurosport? Groot. Dat geef ik eerlijk aan. En vooral gegeven het feit dat ik de voorzitter recent nog gesproken heb tijdens het sportgala, waarbij ook Eurosport als team de Almelo-prijs in ontvangst mocht nemen. Dus de verbazing was echt groot. Verbazing was groot, maar ik neem ook aan de verontwaardiging. Want zo ga je als club van Almelo, als topclub van Almelo, niet met de gemeente om. Het was sportief geweest om ons daar eerder over in kennis te stellen. En ook om te kijken van, wil men hier nog? Je kunt hem ook andersom interpreteren. We zijn nooit in een wedstrijd geweest, dus de wedstrijd kunnen wij waarschijnlijk ook niet eens winnen. Het is de keuze geweest van hen. Zij hebben het voorbereid. Wat ik ook uit de krant opmaak is dat het een kort tijdspad is geweest. En dus misschien hebben zij er ook heel bewust voor gekozen om niet met ons in overleg te treden. Maar hadden zij de bedoeling om naar Vromshoop te vertrekken. Ik hoorde van de voorzitter van Eurosport, Marcel Jansing, dat het een kwestie is van geld. Ik neem dan toch aan dat als het eigenlijk een kwestie is van geld, dat je dan ook met de partner waar je op dat moment mee samenwerkt, gaat onderhandelen. Ja, dat is een aanname en die klinkt heel erg logisch, maar de feitelijkheid is een andere. Dat hebben ze niet gedaan. En ja, dan zou je hem moeten vragen waarom of ze het niet gedaan hebben. Was het bij jou bekend dat Eurosport financieel er niet al te goed voor staat, ook al in verband met de Europese wedstrijden? Dat is door het bestuur van Eurosport nooit met mij gewisseld. Dus met andere woorden, ook dat komt als donderslag bij heldere hemel. Dat is voor mij een verrassing. Ik weet ook niet of het echt zo is. Hè, maar als je het zo aangeeft, van mij is daar niets van bekend. Wat zijn nu de gevolgen voor de gemeente Almelo? Want als we alles goed begrepen hebben, dan is het wel de gemeente Almelo, of in dit geval het sportbedrijf, wat Eurosport met 25.000 euro per jaar sponsort in de accommodatie wat betreft de huur. Nou, die 25.000 euro valt dus nu aan het einde van het seizoen. Hè, want zij zeggen gewoon het huurcontract op aan het einde van het seizoen. Dus niet van vandaag op morgen, maar aan het einde van het seizoen. Vervolgens valt dit bedrag dus vrij. En ik heb van de heer Buscher al begrepen dat andere belangstellenden zich al gemeld hebben om de vrijkomende uren op te vullen. Ja, want er zijn er 20 en dat is heel wat. Er moet heel wat voor in de plaats komen. Wil je daarin als sportbedrijf en als gemeente Almelo toch weer behoorlijk iets spelen? Nou ja, wat ik net aangaf, ik begrijp van de heer Buscher dat de eersten zich al gemeld hebben. Hij zal daar ook het overleg mee aangaan. Wat daar het resultaat van wordt, dat kan ik op dit moment nog niet voorzien. Maar het is al heel erg mooi dat de belangstelling is van andere verenigingen om de vrijkomende uren in gebruik te mogen nemen. Betekent dat dat het een topsporthal kan blijven? Dat zou kunnen, maar ik weet niet wie de belangstellenden op dit moment zijn. Met andere woorden, op dit moment leeft de gemeente Almelo eigenlijk een klein beetje in onzekerheid. Nou, in die zin, het huurcontract is opgezegd. De huurder vertrekt begin van het nieuwe seizoen. Dus we hebben ook nog even de tijd om invulling te regelen. En de eerste belangstellenden hebben zich al gemeld. Eurosport speelt de play-offs om het Nederlands kampioenschap nog in de ISPA. Ga je daar nog een keertje kijken? Uiteraard. Sport blijft sport. En het is een fantastische hal. We hebben een goede verstandhouding. En ik hoop dat we ook een goede verstandhouding blijven houden. Maar een gezegde van jou is ook van in een topsporthal moet topsport bedreven worden. Ja, maar ik vind topsport is hartstikke mooi. Dat stimuleert. Maar ook breedte sport is buitengewoon belangrijk. Ja. Frans Schoonemark. En waarom was hier vanavond iedereen in het theaterhotel? Nou, omdat we hier een feestje hebben georganiseerd voor de leerlingen van de basisschool die de school gaan verlaten. Dat we dan samen met de leerlingen hier organiseren. Leerlingen hebben hier natuurlijk allerlei optredens gehad. Leerlingen dansen hier, hebben jullie vanavond stukken van gezien. Maar het optreden wat natuurlijk tot meest de verbeelding spreekt van de meeste basisschoolleerlingen is toch wel van Jesser. Nou, dat heb je ook gemerkt, dan gaat de hele zaal gaat echt, ja, dat gaat uit zijn dak hier. Jullie, geven aan mij. Nee,
het is een geweldig feestje. Je merkt het ook aan Jesse, die heeft er enorm naar zijn zin. Blijft ook lekker nog na, is nu nog bezig met foto's maken hier. Hij voelt zich helemaal thuis. Hij zegt ook steeds van, nou ja, als ik dan volgend jaar maar weer terug mag komen, dan heb ik het in elk geval weer goed gedaan. Nou, zo'n soort halve afspraak hebben we met elkaar. Dat is een groep die komt uit Wierden. Dat is Intens. Dat is een groep die al heel veel prijzen heeft gewonnen. Maar er zitten heel veel leerlingen van onze school zitten daarop. Er zitten ook oud-leerlingen van onze school op. Dus echt een groep die met het PS verbonden is. Dus in die zin kunnen we ons daar ook heel goed mee afficheren. Die hebben hier vanavond ook een paar prachtige dansen laten zien. En dat vind ik dan heel mooi. Dat publiek wat we vanavond hadden, dat het helemaal uit zijn dak ging. Als er echt van die stampnummers waren. Maar die ook heel muisstil kunnen zijn. En heel mooi aandachtig naar een stuk klassieker muziek kunnen luisteren. Met een prachtig ballet. Dat is ook weer heel mooi om dat te zien. Ik ben trots op de jongens en meisjes die hier ook in de zaal zaten. Al heel strikt geheim. Het is bijna al geheim dat hij mee gaat doen aan de Voice Kids. Maar hij gaat meedoen. En ik weet niet precies wanneer hij erin zit. Maar volgens mij aanstaande vrijdag is de grote finale van de volwassenen versie van de Voice. En daarna gaat het met deze jongens beginnen. En hij gaat eraan meedoen. ...70 leerlingen van groep 7 van OBS De Windhoek gingen woensdag op werkbezoek in de Gravenallee. De excursie werd georganiseerd door IVN Natuurouders Mirjam ten Velde en Claudia Wenning en het onderwerp was bomen. Wie gaat ons bomen? Hoe moet ik allemaal welkom heten met een welkomstdrankje? Het is een dennenknop woning in Tirol. Het is dus gemaakt van dennenknoppen. Het zijn deze knoppen van een grote den. Een grote den. In de mand doen als het op is. Deze kant, Frilla, kom aan. Ja, genoeg. Stel eens, hoe was dat drankje? Heel lekker. Het was wel heel erg zoet. En het is wel een beetje plakkerig. Vandaag gaan we dus op zoek naar naaldbomen en loofbomen. We laten het verschil tussen de bomen zien. Hoe kan iemand een naaldboom herkennen? Hoe kun je een loofboom herkennen? De bladeren zijn er nou af. Nou, en hier in dit stukje van de Gravelee staan gewoon alle bomen die we willen bespreken en willen bekijken. En we proberen wat te vertellen over dode bomen. Waarom wordt het dooihout hier niet opgeruimd? Waarom wordt er op plekken wel gesnoeid? En waarom worden de paden soms wel onderhouden en waarom niet? De vogels die hier leven, de insecten die je in dode houtstammen kunt aantreffen. Het is mooi dichtbij. De kinderen komen op de fiets. Ze hebben een thema Scandinavië via de motoren Da Vinci op school. En nou ja, daar past dit uitermate goed bij. En we hebben het gewoon op eigen initiatief georganiseerd. Omdat onze kinderen in groep 7 zitten. En nou ja, de juf die was zo enthousiast door onze verhalen. Dat hebben we gewoon gezegd. We doen gewoon een buiten excursie. En hoeveel kinderen verwacht je? De klas van mijn zoontje die bestaat uit 30 kinderen. Maar de andere groepen vindt het ook leuk. Dus juffrouw heeft gezegd, van, nou, dan laat die andere groep ook meegaan. Dus is voor heel groep 7, er zijn ongeveer 80 kinderen. Wat vond je hiervan? Leuk. Ja. Wat heb je nou hier geleerd? Kan je daar wat over vertellen? Wat loofbomen zijn en wat naaldbomen zijn en dat soort dingen. Ja.
Leer je dat dan hier in de klas? Jawel, maar dit was wel iets leerzaam, want nu kun je het ook echt zien. Ja, dat is de stadspenning van de gemeente Almelo. Ter ere van ons 100-jarig bestaan, althans van het mannenkoor. De dames die bestonden 30 oktober 50 jaar en de mannen 100 jaar. En dus in de gemeente Almelo zijn ze gewend om dan de erepenning uit te reiken als onderscheiding. Om die verenigingen die dus 100 jaar oud zijn te onderscheiden van de rest. Althans volgens het woordje van de gemeente of van de burgemeester. Ja, hartstikke leuk. Ja, het is natuurlijk de eerste keer dat zoiets gebeurt uiteraard. En dat zal ook de laatste keer zijn dat wij dat meemaken. Dus nee, is toch wel heel bijzonder. En überhaupt dat wij dan net nu in deze jaren bij het koor zijn, dat we 100 jaar bestaan. Ja, er zijn er zoveel al voor ons geweest die er natuurlijk al lang allemaal niet meer zijn. Maar goed, dat zijn wel de grondleggers van ons koor. En dan met name professor Ossen, die dus voor 100 jaar geleden dat koor heeft opgericht. Ik ben zelf 40 jaar lid, toevallig dit jaar ook. We hebben nu nog 28 leden. Maar ik moet zeggen, qua zang, we hebben in alle partijen een aantal hele stevige, goede zangers zitten. Dus het gaat nog heel goed tegenwoordig eigenlijk. Ja. Staat voor Twents Ondernemers Magazine. Komt 6 keer per jaar uit. Is een, zoals wij dat noemen, een business-to-business magazine. Dus voor rechtstreeks op bedrijven gericht. Niet consumenten gericht of horeca. Maar echt een blad voor de industrie in Twente. Wij komen 6 keer per jaar uit. Dus 1 keer in de 2 maanden. En er is altijd belangstelling voor. Daar zijn we heel blij mee. Wij hebben elke keer als Tom uitkomt, dan houden wij een preview, een presentatie van het magazine. En dat doen we door heel Twente. Dit keer zijn we weer een keer in Almelo, in het Hookhoes. En daar ben ik persoonlijk blij mee als oud-Almeloer. De oplage zit onder de 10.000 stuks. En ze worden op naam, op bedrijf worden ze verstuurd. Ja.
en hij gaat hier in Almelo ook wat doen. Hè? Wim Heijlen is een Europese investeerder. Hij heeft in Venlo, Roosendaal, Tilburg heeft hij logistieke campussen ontwikkeld naast containerterminals. Hij is daar ooit mee begonnen in de buurt van Antwerpen. En hij heeft zijn ogen laten vallen op Almelo. Hij ziet de kansen die er in Twente zijn. En de ontwikkeling die ze daar voor ogen hebben, waar op dit moment de vergunning voor in de maak is, is de grootste logistieke vastgoedontwikkeling ooit in Nederland. En die komt dus in Almelo. Rochelle Wapperijs, ja. De competitie zit erop, de reguliere competitie. Heeft die competitie jou gebracht wat je ervan verwacht had? Ik denk dat we het wel gewoon goed hebben gedaan. We hebben in ieder geval onze doelen behaald en dat is play-offs halen. En dat is gelukt. Dus nu kunnen we verder kijken en kijken naar de play-offs waar we daarmee willen halen. Ik denk dat we dan wel boven onszelf moeten uitstijgen. Maar ik denk dat we natuurlijk... Het zou niet goed zijn als ik nu zou zeggen van daar zijn we niet toe in staat. Dus ik denk zeker dat we daartoe in staat zijn als we met z'n allen nu dezelfde kant op hebben staan. En goed volleybal laten zien. Dat laten zien wat we kunnen. Dan kunnen we hartstikke goed volleyballen. En dan kunnen we het elk team heel lastig maken. En dat wil ik nog wel eens zien. Ik heb het dit seizoen al een keer gezien in de thuiswedstrijd tegen Z-Up. En vooral de wedstrijd om de beek. Ja, dat bedoel ik. Dat ging gewoon hartstikke goed. En dan win je van setup en setup uit was ook gewoon ontzettend goed. Dan win je ook met 3-0. Ja, dus dan laat je toch heel goed volleybal zien. En laat je ook zien dat je ook bij die eerste 6 hoort. En dan nu hopen dat we dat door kunnen zetten. En dan misschien bij de eerste 4 of 3. Geloof in eigen kunnen en boven jezelf uitstijgen. Zijn dat de twee sleutelwoorden voor de play-offs? Ja, misschien wel. Dat denk ik wel, ja. Carlijn Koebrugge, jij bent de enigste volleybalster die uit Almelo komt in het team van Eurosport. Hoe bevalt dat? Ja, wel goed. Ik ben begonnen bij Aastad in Almelo. En toen heb ik 2 jaar bij Z-Up gespeeld. In het eerste. En toen maakte je de overstap naar Eurosport omdat je dat beter leek? Ja, ik hoopte hier nieuwe dingen en andere dingen te leren en me verder te ontwikkelen. Z-Up speelt hoger in de competitie. Op dit moment. Hoe kijk je naar die play-offs? Gezien nog het feit dat je als 6e bent geëindigd in de reguliere competitie. Ja, je begint dan met qua punten een kleine achterstand. Maar iedereen moet weer van iedereen kunnen winnen. Dus ik denk dat wel... We hebben gemerkt dat de persbericht gehad net dat jullie gaan verhuizen naar Vroomshoop. Ga je nou op de fiets naar Vroomshoop of toch met de auto? Nou, ik hoop dat met de auto kan. Ik denk dat fietsen iets te ver is. Ik wens je alle succes toe in die play-offs. Dank u wel. Jullie halen de play-offs. Een opluchting? Nou ja, het was de doelstelling. En vooraf hadden we natuurlijk wat onze bedenkingen ten aanzien van die doelstelling. Maar ja, de dames hebben het tijdig geklaard. Dus een opluchting is een groot woord, maar we zijn er heel blij mee. Ik denk dat Eurosport boven zichzelf moet uitstijgen als zij in die play-offs een resultaat willen halen. Ja, dan vraag je dan iemand die verstand heeft van PR en niet zozeer van volleybal. Dus met de beperkte kennis die ik heb, denk ik ook dat ze echt heel goed moeten gaan spelen. Ze zijn wel gegroeid in de afgelopen wedstrijden, maar de andere teams zijn ook gegroeid. Als je ziet de wedstrijd die we gespeeld hebben om de Supercup, vonden we eigenlijk vrij eenvoudig met 3-0 van Sneek. Nou, de laatste 2 keer dat we tegen Sneek gespeeld hebben, hadden we weinig in de melk te brokkelen. Dus ik denk dat het een hele zware dobbel wordt. Al met al was dat ook wel een hele mooie serie met hele leuke wedstrijden en hele spannende momenten. Dus laat het maar weer gebeuren. Het zal heel moeilijk worden, maar ik zou het heel leuk vinden. Ja, ik heb zaterdag de Valentijnprijs gewonnen. Dat is de prijs voor het beste romantische boek van afgelopen jaar. En daar ben ik super blij mee natuurlijk. Ja, want er waren een aantal genomineerden. Er waren 5 genomineerden en daaronder waren niet de minste namen. Gerda van Wageningen bijvoorbeeld, José Vriends, Ellie Koster en Rayana Crispijn, die hem vorig jaar gewonnen heeft. Dus ik ben super blij. Ja, want Gerda van Wageningen is een behoorlijke bekendheid, hè?
Ja, zeker. Dat is eigenlijk het boegbeeld van het genre. Hè? Dus ja, als je daarvan mag winnen, dat is een eer. En jouw boek, kan je daar iets over vertellen? Ja, het is een losstaand vervolg op Glinster Zwart. Glinster Zwart gaat over Helga die in een moeilijk huwelijk vastzit. En nou, tot de conclusie komt dat het niet beter zal gaan dan dat het op dat moment is. En daar eindigt het boek eigenlijk. Ik kreeg zoveel vragen. Hoe gaat het nou verder met Helga? Blijft ze bij Piet of gaat ze van hem scheiden? Wat gebeurt er verder? En Helga liet mij ook niet los. Dus zie daar kwam Schelpenwit. En Helga heeft de stap gezet om te gaan scheiden. Maar ja, dan ben je er nog niet. Hè? Dan moet je je leven nog weer opbouwen. En ook dan komen er dingen op je pad die niet makkelijk zijn. Zeker als je samen kinderen hebt, dan ben je nooit los van je ex-man. En daar worstelt ze mee en ze komt boven. Ik kreeg ook heel veel reacties van mensen die er heel veel herkenning in vonden. En dat is ook altijd erg fijn. Dat is eigenlijk de grootste beloning. Ik bedoel, die prijs is natuurlijk echt super geweldig. Maar als je de lezer blij maakt, als ze daar wat mee kunnen, ja, daar doe je het voor. Aloha, aloha. We are here again. Jump on stage. Het is weer zover. En deze keer een Valentijn-editie. We hebben weer heel wat optredens op het programma staan. En ik heb er zin in. Oh,
jullie mogen zijn, ook namens mijn prinses Rianne. Ja. En jullie hebben haar gezang al gezien, dat is Björn. Wat vinden jullie van zijn vrouw? En dat is een hoofdlady, en zij heeft Iris. Ja. We gaan al een ontzettend mooi carnaval vieren. We gaan een lekkere Polonaise lopen. Ik ben al eerder twee keer en vier. De Scharrelkids, de jeugdwerkgroep van het IVN, hield zich zondag bezig met diersporen. De jongsten knutselden in het tijdelijk natuurhuis met allerlei getuigen die de natuur achterlaat. En de oudsten gingen het Nijdersbos in en zochten naar diersporen. Het is een holte die is gemaakt door spechten, door allerlei andere dieren. En hier zie je echt de spechtholtes nog. Er zit heel veel prooi en heel veel voedsel in voor die beesten. Een houtburger. Nee, hij ziet er niet heel goed uit. Wij zijn in het bos sporen. En dat wil niet alleen zeggen pootafdrukken, maar ook... sporen van het maken van een nest, dus spaanders van een specht of uitwerpselen. En dat zijn we aan het zoeken en kijken wat van welk dier het is. En kan ik vertellen, wat heb je gezien tot nu toe? We hebben de sporen van een haas. We hebben nog wat sporen van mensen die voor ons waren aan het wandelen. Ik heb in mijn eentje, zonder dat de rest heeft gezien, heb ik een... de uitwerpselen van een hert gezien. Heb je die dingen vroeger ook gezien, voordat je meeging met het Natuurhuis het IVN? Nee, voordat ik hier naartoe kwam, heb ik eigenlijk nog nooit zo naar de natuur gekeken. Ik ben hier voor om te helpen bij de Scharrelkids. Ik zat eerst bij de Scharrelkids, maar nu moet ik helpen bij de kleintjes, omdat ik daar eigenlijk te oud voor ben. En wat doe je dan? Gewoon helpen met dingen als ze iets niet begrijpen. Vind je het leuk? Ja. Wat heb jij met de natuur? Kan je dat zo bedenken? Ik vind de natuur heel belangrijk. Omdat er ook allemaal mensen zijn en zo. En daarom allemaal dingen. En daarom vind ik de natuur heel belangrijk. En ik vind de natuur ook heel mooi. In een transformatiehuis en dat heeft het hoofdnetwerk van Kogas en Nexis bereikt en dat geeft een grote stroomstoring hier in Almelo.
Terug te veroveren op Israël. En dat noemen ze de Zesdaagse Oorlog. Die heeft 6 dagen geduurd en daarna was het afgelopen en Egypte heeft die glansrijk verloren. De Sinaïwoestijn was ingenomen door Israël en gecultiveerd. Dat wil zeggen, Israël was bij machten om kunstmatig regen op te wekken. Dat hebben ze gedaan middels vliegtuigen. Door een bepaald poeder boven de bewolking neer te gooien. En uit die bewolking kwam dan regen naar beneden. En die regen heeft dus de woestijn, laten we zeggen, vruchtbaar gemaakt. De hele Sinaïwoestijn. En die Egyptenaren hebben dat natuurlijk ook gezien. En die wilden hun deel van de Sinaïwoestijn weer terug. Maar zoals gezegd, er kan eigenlijk geen enkel land tegen Israël. Waarom niet? Omdat Israël eigenlijk gebouwd is op 1 groot leger. Iedereen zit constant in dienst.